Hallo, ik ben Zingano, reporter van Dag 3. Samen met Alessandro Serigioni. We hebben hier onze nieuwe speler bij ons, overkomend van Club Brugge, Jur Schrijvers. Hoe verloopt de stage? Tot hier toe goed, hè. We hebben alle wedstrijden afgewerkt en een paar trainingen en we gaan er stevig tegenaan. Wat sta je hier zo alleen te doen, Jur? Ik ben aan het wachten op een meeting met de coaches. We doen allemaal een persoonlijk individueel gesprek voor de mentale screening. Oké, het is niet zo dat je op de bon wordt geroepen of zo. Nee, nog niet. Hopelijk blijft dat zo. Oké. Veel succes nog, Jur. Hier, goedenavond. Onze dag zit er ongeveer al op, maar voor deze weet ik nog niet. Hoe wordt de regeling hier gedaan met de was en al de dergelijke zaken? 2 maal per dag wordt de was opgehaald. Oké, dankjewel voor dit interview en tot volgende week. Onze dag zit er ongeveer nu op. Zoals je ziet zijn er een paar jongens hier aan het pingpongen voor wat ontspanning. Wie is de beste tussen jullie twee? Maxime Nijs of Senne van Doren? Ja, als je naar de uitslag kijkt, 2 gewonnen wedstrijden tegen 0 gewonnen wedstrijden, wil al wat zeggen, denk ik. 6-6 dus voor Maxime Nijs. 6-6, dat is een mooie competitiestart, zou ik zo zeggen. Ik ga even door naar het verliezende kamp, Senne van Doren. Senne, wat heb je op die 2 nederlagen tegen Maxime Nijs te zeggen? Oh ja, ja, jammer van het resultaat, zal ik maar zeggen. Het spel zat goed, maar... De betere ploeg was jij? Ja, ik vond het wel. In voetbaltermen? Ja. Maar dan ja, de kansen niet afmaken en deksel op de neus gekregen. Misschien moeten we even een klein partijtje filmen, zodat we zelf kunnen beoordelen, en jullie ook, wie de beste is. Succes, jongens. Aardig niveautje, precies. Max. Oké, misschien nog eentje. 1-1. Winnend punt. Moeten we Maxime Nijs toch gelijk gaan geven. Tot morgen, supporters, voor opnieuw een filmpje in Doorwerth. We hopen jullie allemaal te zien.